Gadget, die was er ook nog. Nee, Inspector Gadget denk jij al, god, wat was er nog? Het was Beyblade, was er sowieso. Digimon. Metabots. Dat ook inderdaad. Dan moet je zo direct maar zeggen als je ergens naar binnen gaat of zo, dan begin ik te timen en ga ik kijken hoeveel vertraging er eigenlijk in zit. Nu. The small fishing port. I zoomed. Dit huisje was volgens mij. Ik heb ongeveer 13 seconden vertraging. 13 seconden. Ja, bij mij in ieder geval. Ja, het scheelt wel eens per keer. X-Split loopt goed. Ik heb nog geen klachten gehoord van lag of wat dan ook. Dus. Nee, je hebt ook verder geen lag. 191.000 frames encoded, 11 dropped. Dat wil ik graag zien. Ik heb eigenlijk nog geen enkele gedropt. Voor mij gaat hij gewoon, zeg maar, echt in-game laggen, maar niet bij het encoden laggen. Jongens van internet, moet ik gaan slapen. Stream laat het ook eens vastlopen. Dat ligt aan jou helaas, niet aan mij. Of het kan ook wel eens aan Twitch liggen, vanwege MLG, dat er een van de random wiel waarschijnlijk koffie over de server van Twitch heeft gemorst. Ja, wat ook kan zijn is zeg maar zijn internet kan maar een bepaald aantal dingen ontvangen. En als jij daar hoger zit, dan begint de stream zeg maar achter te lopen. Mm-hmm. En omdat we bij ons nog niet zo'n knopje hebben dat je de resolutie kunt veranderen, krijg je dus dat hij veel meer binnenkrijgt dan hij eigenlijk kan afspelen. En dan begint hij te haperen. Ja, en die knop die zal er denk ik, zal helaas denk ik nog niet, niet komen binnenkort. Moet je partner van zijn. Ja, en die eisen die zijn behoorlijk stevig. Volgens mij moet je gemiddeld is van 50 tot 100 viewers per dag hebben. Nope. Gemiddeld per stream sessie is iets van 400. En dat 3 keer per week. Je kan het ook doen als je een heel goed bekeken YouTube kanaal hebt met denk minimaal 10.000 views average per filmpje of zo. Dan kan je ook partner aanvragen. Nou, ik heb heel vaak mensen gezien die vrij weinig dingen in ieder geval hadden, vrij weinig viewers, die toch partner waren. Ja, dan moet je niet aan mij vragen hoe ze dat geflikt hebben. Ja, dat duurt inderdaad nog wel even, maar ik bedoel maar, als je ergens aan de 100 zit, dan kun je het altijd proberen, je weet het nooit. Nee, heb je. Ja, kan je krijgen. Precies. You're looking for a ship? Moet ik zeker weer met die gozer praten? Juist dan. Kom gaan met Beugel, Becky en My Little Pony. Dat eerste is nog wel oké, maar de tweede? Zoals Emil zegt, die discussie hebben we gehad. En dat gaat mij ook gewoon veel te ver. Beugel, Becky was nog wel redelijk te doen hoor. In de zin van de serie natuurlijk. Could you take this upon Costa? You've got to be kidding, she's dangerous, no way.
Oh ja, dan moet ik die brief ophalen. Dat weet ik, Wyatt. Daarom zei ik het ook. DMC. Call me a noob, maar voor mij weet ik weet niet wat hier met DMC bedoeld wordt. Devil May Cry. I should have known. Hmm. 60 fps is niet slecht voor je ogen, maar het is gewoon alles boven de 60 fps, dat zie je niet meer. Nope. En 30 fps was volgens mij de standaard voor een hele hoop GameCube games. Dat klopt. Ocarina of Time en nou, ook voor een heleboel Nintendo 64 games. Ocarina of Time en Majora's Mask die draaien allebei op 30. Of, ja, of 20 zelfs, ik weet niet, één van de twee. Ik wou zeggen, sommige draaien op 25. Of iets in die trant in ieder geval. Hmm. Maar ja, 30 frames is prima te doen hoor. Ja, voor de meeste games. Maar op de PC heb ik toch liever. Heb ik toch wel 60, liever 60. Ja. En helemaal als je shooter speelt, dan heb ik toch gewoon liever 50 of 60. Mm-hmm. Crysis, Battlefield. Ja, blijkbaar kan het wel zijn als je hoger dan 60 fps zeg maar hebt. Omdat het niet alleen de frames zijn die het eigenlijk, maar ook gewoon de aantal cycles die die per seconde doorloopt. Mm-hmm. Als je dus hoger dan 60 fps in principe hebt, dan loopt je game net wat smoother, zeg maar. He is back to his hometown. Dat is althans wat ik van een vriend begrijp, want als hij zijn fps zo zet dat hij niet gecapt wordt, zeg maar, op zijn game, dan wordt het, dan gaat het veel sneller of veel fijner draaien, als het ware. Dan, als hij naar links loopt, dan vindt hij dat het beter werkt, op een of andere manier. Ik weet ook niet hoe het precies in elkaar zit. Helden. Oh. Insgelijks. Wie is robotstem? Ben ik robotstem? Voor mij bedoelt Jack jou, ja. Ik ben een robot. R2-D2. Diep, loop, loop, diep. Je is zucht, man. Ik neem aan dat jij Zegman bent. Ja, ik denk dat ik bedoeld ben met Zegman. Dan ben ik Robotstem. Robotstem, identify. Ja, wat wil je ook van iemand die bij Duimschroef werkt, hè? Pijnlijk rechtvaardig. Kritisch op alles. Mhm. Wat op zich niet zo'n kwaad kan. Zeker niet. Als je maar niet in doorbrandt. Zolang maar constructive criticism is, vind ik alles prima. Precies. Dat is soms wat saai. Ik weet niet of dit nou over mijn stem heeft of over kritiek leveren.
Welkom bij Origin. Net een mailtje gekregen omdat ik dat moest aanmaken voor een game die ik wil spelen. Origin. Yep. Een game die ik op Steam heb gekocht. Op mijn Steam account staat, moest ik een Origin account voor aanmaken. Dat is wel heel erg vreemd. Ja, tegenwoordig doen steeds meer van die grote, grote dingen dat, zeg maar. Hmm. Dat is niet altijd even fijn, hè? Nope. Minecraft fans hier. Oh ja, wel. Oh, Jungle Jack gaat er vandoor. Houdoe, Jungle Jack. Houdoe, Jack. Stikt in een stukje popcorn. Stik voorzichtig. Zal ik doen. Zal voorzichtig doodgaan. Oeh, de Garfield. Ja, die komt nou op Cartoon Network, dus ik denk er net aan een Garfield. Trouwens, voor een lol in de link, dit is ook nog wel een gaaf spel wat ergens in de toekomst uitkomt. Wat ook voxel based is. Volley. Ja, het spel heet Cube World. Maar echt, als je die screenshots ziet, het ziet er echt zo geweldig uit. Moet je straks nog even naar kijken naar dat spel. Dat zal ik zeker doen. Tenminste, als je een beetje houdt van voxel spellen. Van wat? Die uit blokjes zijn opgemaakt, zeg maar. Equivalent aan Minecraft of zo? Ja, een beetje Minecraft-achtig idee is het, zeg maar. Alles bestaat uit blokken. Ja, dat is wel heel erg leuk. Super simpel. Maar helaas is het spel nog niet uit. Maar in dit spel is het, zeg maar, niet zozeer dat het volgens mij om het minen gaat of zo. Volgens mij kun je niet eens minen. Het gaat meer om het vechten. Om het RPG-element. Mm-hmm. En je kunt er dus paragliden. Je kunt vechten met monsters. Je kunt het volgens mij ook online spelen. Ja. Je kunt quests doen, je kunt levelen.